Deze nieuwsuitzending die gaat over een video die ik niet meer kon vinden. En dat zat. Dat is best wel niet echt professioneel, vind je? Ik had een secretaresse moeten hebben. En met zo'n pen. En dan zeg ik van, welke is het dan? En dan schrijf je dat even op. Dat ze met mijn scherm meekijkt en al die tekst kan kopiëren. Ja. Tegenwoordig heb je al die mooie gimmicks. Maar ik weet dus niet meer waar die staat. Het was een christen. En ik kwam op dat filmpje van hem. En ik ga aan Jurk Griesman vragen wie die man nou was. Ik denk dat hij wel kan graven in zijn archief en zeggen van ja, dat moet die geweest zijn. Het was een vent en die heeft bij First Amendment Radio, even een toch een screencast aan het maken. Het gaat over deze club. First Amendment Radio. Bij mij staat hij er in één keer. Dus amendment, dat is, en dan gaat er ook een dingetje spelen hoor. Even wachten tot het scherm omhoog komt en doe ik hem gelijk dicht. Nee, daar gaat het niet om. We hoeven nou niet te luisteren naar die mensen. Hij zit hierop. Maar hoe heet die man dan ook alweer? Ik weet het niet precies. Anyway, die zat als christen te zeuren over Immanuel Kant. En zijn ding was dat Kant, die dacht niet aan het bestaan van God. Dus dat kan zij dat God niet bestaat. En dat is niet waar. Dat heeft Kant nooit gezegd. En die man is een christen. Dus misschien moet ik deze uitzending nog een keer doen in het Engels om het hem duidelijk te maken. En juist een Jood of een christen en een hele bak boeddhisten en heel veel hindoestanen en eigenlijk alle mensen, die snappen wel dat als iemand begint met liegen, dan breekt uiteindelijk de pleuris uit. Dus hij mag ook niet jokken. Niet jokken, niet, jokken is Turks voor wat wij dan liegen noemen, hè? Jokken. Kinderen die dan zeggen nee, ik heb helemaal geen pindakaas gegeten. En dat jij dan zegt van ja, hoe komt dan die pindakaas rond je lippen? Aan de andere kant is het toch even om te reageren. Ik heb laatst weer zo'n uitzending gezien van iemand die daar moeilijk over deed. En zat zijn kind zat helemaal onder de chocoladepasta. En hij vroeg aan het kind, heb je chocoladepasta gegeten? Ja, dat is een domme vraag natuurlijk. Want die man die ziet het toch zelf. Die kan alleen zeggen van zo, vind je dat je er mooi uitziet? Zal ik even een spiegel voor je pakken? Kijk, daar heeft zo'n kind wat aan. Zal ik een spiegel voor je pakken? En de tweede vraag zou kunnen zijn, ik had gezegd dat je van de chocoladepasta af moest blijven. Want die is voor het toetje van morgenavond. En nou moet ik een nieuwe pot gaan kopen. Of ga je dat zelf betalen? Of ga je mij helpen? Krijg je van mij 3 euro en nu naar de supermarkt. Want morgenavond komen opa en oma op bezoek en oom Hendrik komt ook. En tante Gerda is een beetje slecht te been. Maar als het weer mee zit, dan komt tante Gerda ook. En dan komt dat lekkere toetje met chocoladepasta. Kijk, dat zijn goede vragen en opmerkingen aan je kind. Niet, is dat chocoladepasta? Ja, dan gaat het kind liegen. Die zegt, nee, ik weet van niks. Je moet je vragen goed stellen. En God bestaat, is dat een vraag? Dus, ik denk het wel. Ja. Want ja, ze zegt, God bestaat een klein beetje.
Ja, dan bestaat hij dus. Dat maakt niet uit in hoeverre hij bestaat. Wel bestaat hij maar voor 1 micrometer. Of een microjoule. Ja, dan bestaat hij dus. Dus dat is de vraag. Bestaat God? Vraagteken. En het antwoord is... Dan moet ik denken van... please explain the concept God. Please explain the concept bestaat. De frase God bestaat, vraagteken, dus bestaat God? God bestaat? Bestaat God? Die vraag heeft 2 woorden. En bestaan, dat laat zich vertalen in het Engels taalgebied, het Latijns taalgebied, als exists. Omdat God wordt gezien daar in het Engels als derde persoon. Want in het Nederlands heb je dat niet, hè? God bestaat, Perry bestaat. Ja. Ja, je kan natuurlijk zeggen, ik besta. Ja. Dus, sum, als dat op zijn Latijns. Cogito ergo sum. Oh ja, dat is iemand, die christen ook nog, dat hij dan Descartes wel leuker vond. Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Ik vind Kant prima. Ik vind Kant geiniger, prikkelender dan René Descartes. Wat moet je daar nou weer mee? We gaan niet over René Descartes hebben. Ik neem het op voor Immanuel Kant. Wat is dat voor onzin? Immanuel Kant heeft gezegd... Kijk, God, dat is een term. Hè? Dat is dus iets of iemand. Of niet? Hè? Nou. Dan heb je die frase... bestaat erachter. De term bestaan. Dus er is iets of iemand... en dat... dat wat? Je gaat toch ook niet vragen in die dagen dat Immanuel Kant nog dagelijks iedere middag met zijn hond ging wandelen. En zijn, want hij werkte bij de Universiteit van Koningsbergen. En dan had hij een huishouder, een hele zedige man, dus geen wijven in huis, maar gewoon een huishouder. En elke dag was hij op de universiteit en had hij zo'n heel vast dagprogramma. Hij stond om 6 uur 's morgens, 7 uur 's morgens op. En dan ging hij zoveel uur heel ingewikkeld Duits lopen schrijven, zodat Perry Winkel dat nooit van zijn leven zou begrijpen. Want het is echt niet om door te komen. Ja, en dan ging hij met zijn hond wandelen en daarna was het dineren bij hem thuis. Dat maakte hem het uit. Immanuel Kant, die heeft heel veel faam gemaakt met dat grote werk van hem, de Kritiek der reine Vernunft. De kritiek van en op het zuivere verstand. In het Duits is dat een taalgrap. In het Nederlands kom je er niet uit. Critic of pure reason. Dus op zijn Latijns gesproken, op zijn Engels. Maar dat is ook... Dat is ook critic of... Nou, dat kan denk ik wel. Misschien op zijn Engels dat nog iets van die grap in leven blijft. Maar op zijn Duits was het een gouden titel. En als je in die dagen had gevraagd... Bestaat Immanuel Kant? Jode dinges. Is dat waar? Ja, wat vraag je dan? Hoezo weet je van hem? Nou, in het geval van Immanuel Kant wist je in die dagen dat hij bestond. Omdat je de Kritiek der reine Vernunft, dat heb je een keer in handen gehad. Heb je net als ik een keer open. Nou, ik leefde niet in die tijd natuurlijk. Maar heb je het boek open gedaan, toen dacht je zo de knetter. Dit is niet getypt door een stelletje apen. Dit is getypt. Dit is een boer. Nou, was je onder de indruk geweest. Dus het is een feit dat Immanuel Kant dat boek geschreven heeft. Daarmee bestond
Immanuel Kant. Hij nu niet meer, hij is al lang dood. 1781 was dat grote werk. Dus hij bestond. In 1781 bestond Immanuel Kant. En hoe weet je dat? Nou, omdat we dat boek hebben. Ja, maar het kan een conspiracy hoax zijn, hoor. Ja, dat is dan wel de allergrootste conspiracy ter wereld. Want naar aanleiding van dat boek, die publicatie van Immanuel Kant, zijn er voor zijn dood 500 contra-publicaties gemaakt. Waaronder de meest belachelijke. Je zou een museum kunnen inrichten van de meest belachelijke werken die geschreven zijn tegen het werk van de kritiek der reinen vernoemd. Ik heb er stukjes van gehoord. Ik heb bij de katholieken gezeten. En dan me lekker lullen in de koffiepauze. Dus ik weet ervan. En die mensen zouden allemaal dat achteraf... Nee, dat kan niet. Want die honderden publicaties, die zijn bekend. De meeste zijn denk ik al lang vergeten, omdat heel veel mensen Immanuel Kant niet begrepen. Immanuel Kant heeft niet gezegd dat God niet bestaat. Hij stond stil bij de stupiditeit van de vraag. De katholieke kerk is er een ster in. En het houden ze niet alleen de katholieke... Ja, het is al dat Babylonische gemeuk is er een ster in om mensen te doen geloven dat dingen echt zijn. En kan het zijn? Nee, dingen zijn niet echt. Dingen zijn. Je bent Alice in Wonderland en je loopt van tevoren al te roepen... Ja, oh, er zit een man achter het gordijn, hoor. Want dat slaat nergens op. De intentie, dus de woordinhoud van het woord bestaan, is dat de term daarvoor, dus Piet bestaat, de Twin Towers hebben bestaan. Dat is ook zo'n conspiracy, er zijn nooit Twin Towers geweest, dus die hebben nooit bestaan. En die aanslagen van 11 september, dat was alleen maar om ons te doen geloven dat er ooit Twin Towers hadden gestaan. De Twin Towers bestonden. Want die Twin Towers hadden eigenschappen. Die ene was ongeveer net zo lang als die andere. Maar die ene Twin Tower die had een antenne op zijn hoofd. En ze waren allebei 110 verdiepingen, 440 meter hoog. Zo hoog, man. Maar als hij zijn eigenschap heeft, dan bestaat het. Nou, hoe is het dan met de eigenschappen van God? Nou, zullen sommige mensen zeggen, de eigenschap van God is, hij heeft de Bijbel laten schrijven. Ja. Ja, en daar moet je dan wel in geloven. De auteursrechten van de Bijbel, de eerste boeken, die zijn toch van Mozes, of niet? En Kant aan het puzzelen van hoe komen we hieruit. En waar Kant een ongelooflijke pesthekel aan had. Dat waren de theodicees. Waarin het bestaan van God werd bewezen. Maar dat slaat nergens op. God is de veroorzaker van... Dat is heel modern wat ik nu ga zeggen. Nee, dat is niet modern. God wil dat wij met andere mensen omgaan zoals zij met ons zouden, naar onze wil, met ons om zouden moeten gaan. Do unto others as you would like them to do unto you. Ik heb nu even mijn King James er niet bij. En daar brak Kant echt zijn kop over van hoe ga ik dit repareren.
En Kant was denk ik niet een bijbelgelovende christen. Dat is jammer. Dan was hij nog verder gekomen. Denk ik. Had hij niet zo'n dik boek geschreven. Ik heb een hele leuke gelezen. Het was een leuke kritiek op Kant. En daarin stond dat er was een groep miljonairs of biljonairs of triljonairs, maakt niet uit. Maar ze zagen allemaal in dat de aarde zou kunnen vergaan en er zouden nog maar enkele mensen overblijven. En wat moet je die lui dan geven? Als na, want alles gaat kapot, weet ik, atoomoorlog of de planeet Mars die wilde gaan trouwen met Venus en... Ja, op de huwelijks, ja, dat hij dus naar Venus toe holde. Toen botste hij tegen de maan aan. En toen ging de vloed ging helemaal naar de maan toe. En vanaf die tijd zijn we al het water kwijt. Er gebeurt een ramp. Hè? Maar er blijven nog mensen in leven. Nou, wat kan je dan overlaten? Dat is een goed verhaal. Dat boekje heb ik hier in de kast. Erg aardig. En daarin werd gezegd, ja, de kritiek der reine vernoemd is te dik. Want de enige oplossing die we zien is dat we in gouden platen de letters gaan beitelen. En die gouden platen die gaan we op een rijtje zetten in een zoutmijn. De 200 meter onder de grond. En dan maar hopen dat het goed blijft. Maar dan gaan we de kritiek van reine vernoemd niet bijzetten. Dat kost veel te veel gouden platen. En daar heeft Immanuel Kant zich schuldig aan gemaakt. Maar nou, kom op. Hij was toch docent op de katholieke universiteit? Want dat was toch allemaal katholiek of niet? Moet ik aan mijn vriend Jörg Liesman nog maar eens vragen. En als hij niet katholiek was, dan stonden we onder de controle van de katholieken. Want toen hij zijn werk had uitgebracht, waarin hij de godsbewijzen van die dagen tot absolute onzin verklaarde. Ja, toen kreeg hij het aan de stok met meneer de... Hè? Want de katholieken... En dit filmpje zal ik je toch even laten zien. Ik heb die audio toch aanstaan, maar maak het uit. Dit is zo'n mooi gezeur van Nicolaas en dan van POGM. Ja, dat even bijpakken. Dat is echt wel leuk, hoor. De mens, oh ja, Remnant of God. En dan weet ik weer even niet wat remnant betekent. Maar dat maakt niet uit. Luister maar even. The prelates in the Roman Catholic Church are all about the symbols. They place so much stock in these symbols, in fact, that they literally become Catholic dogma to them. For example, notice the so-called bleeding statues of Mary. Literally millions of Catholics are taught to bow before these statues. Ja, hier ging het kant om, hè. Want dit slaat nergens op. En waar jij nu naar kijkt, ik zal hem even fullscreen zetten. Dat is niets meer dan een pop. En hebben ze met rood, want dat lijkt op bloed. De bloedende ogen van Maria. Ja, dat slaat helemaal nergens op. Als God bestaat, dan weet jij een eigenschap van God. Nou, wat is dat dan? Nou, het eerste wat God moet zijn, is goed. Zover is de filosofie nog niet. Misschien dat ik daar een steentje aan bij mag dragen. Dat is een eigenschap van God. Eén eigenschap. God is vergevingsgezind. Dat is er een andere. Nou, Immanuel Kant heeft zijn... dat werk De Kritiek der reine vernoemd. Dat kreeg zoveel kritiek. En iedereen zat vooral te klagen over het feit dat ze er niks van begrepen. Qua logica. Want het middenstuk, dat is best interessant als je historisch onderzoek wil doen naar dat boek. Hij introduceert het begrip metalogica.
En dan gaat hij hard. En heeft hij gelijk. De kritiek die Reiner vernoemt is niet te weerleggen. En daar, uit respect voor al die critici, al die dommelingen die dat logisch besef niet hadden, heeft Kant een prolegomena geschreven. Ik pak het er even bij wat een prolegomena ook weer is. Ik heb het boek gelezen. Maar... en ben het kwijtgeraakt. Translate. En dan beginnen we, ja, prolegomena. Denk op het Nederlands zelf, hoor. Prolegomena. Prolegomena. Er staat hier ook dan. We hebben ze helemaal niks aan. En dan pakken we nou Grieks erbij. Misschien dat het dan wat duidelijker wordt. Nee, ook prolegomena. Ja, maar wat ben je dan? Oh, ik kan wel janken. Ik ben al zo leuk bezig. Meaning. Prolegomena. Wat is een prolegomena? Een prolegomena is een critical or discursive introduction to a book. Dat is een soort opening, denk ik dan. Prolegomena. Ja, het komt uit het Grieks. Prolegein. Dan heb je dus prolegen. Beforehand. Ja, intro is het, zeg maar. Prolegomenon. Ja. Daar werd het in het midden van de 17e eeuw. Met het Latijn erbij. Nee, via Latin. Via Latin from Greek. Ja, want het komt als eerste uit het Griek. Het Grieks. Say beforehand. Daarin zegt Kant dat hij uitziet naar een metafysica gebaseerd op empirie. Dat is een hartekreet. En ik denk dat Immanuel Kant een gelukkig leven heeft gehad. Die heeft nog nooit van zijn leven een vlieg kwaad gedaan. Hield leuke colleges over Italië. Maakte meisjes aan het lachen. En bleef er met zijn tengels vanaf. De enige fout die Arthur Schopenhauer... die volgens Arthur Schopenhauer Immanuel Kant heeft gemaakt, is dat Immanuel Kant zich verstout heeft, ingegeven heeft met categorieën leren. En er zijn geen categorieën. No way. En de andere is dat hij de goedheid van God, de eigenschap, de eerste eigenschap, die goedheid, die kon hij niet bewijzen. Dat heeft hij geprobeerd. Met dat boek. Het eerste boek was Kritiek der reinen Vernunft. En die tweede, die over de ethiek ging. Want waarom zou je je moeten gedragen? En waarom zou je je moeten houden aan de voorschriften zoals die in de Bijbel staan? Die voorschriften dus. Niet doden, niet stelen, niet begeren wat van een ander is. Trits maar. Respect voor je ouders. Zeg maar. Geen valse getuigenis afleggen. De moeder van mijn kind heeft heel fijntjes in de buurt lopen vertellen dat ze een abortus heeft laten plaatsvinden. Dus een van mijn kinderen vermoord. Want ik had haar verkracht. Nou, dat is gewoon niet waar. Als ik haar wel verkracht had, had ze binnen een uur met de blauwe plekken naar de politie moeten gaan.
Gelijk foto's nemen. Waarom zou ik de moeder van mijn kind verkrachten? Dat heet liegen. Dat is een valse getuigenis. Ja, gaat allemaal aan de deur. Dat is niet oké. En Immanuel Kant wilde weten waarom. En hij kwam niet verder als dat hij kon zeggen... Ja, zo mooi als de sterrenhemel is... Zo mooi is de moraal die ik van binnen voel. Nou, dat zegt wat over Immanuel Kant. Dat hij een sterrenkijker is. Meer niet, natuurlijk. Want wat heb ik eraan? Hier in Nederland kan je de sterren bijna niet zien. Dus hoe moet ik weten wat hij bedoelt? Hoor? En daar is hij in gestruikeld met zijn kritiek der oortuigingskracht. Het werd hem niet... Ja, daar werd hij niet voor geapplaudiseerd. Maar zijn kritiek der reine vernoemd, die klapt. Want het moet op een dag afgelopen zijn... dat die Babyloniërs met hun stongen... We kijken weer even, dit slaat toch helemaal nergens op? Hé, hey, homo's. Maar dit moeten we niet hebben. En dat maakt de oorlog in Syrië tegenwoordig. Ja, want die Syriërs, die kunnen wel tegen een gifbommetje... And even though the Vatican won't admit it, they all hold to the unspoken command to bow and worship to every statue. Ja. Ik kan er wel bij janken. Al die mensen bidden om meer bommen op Irak. Dacht je dat Immanuel Kant het met deze bijeenkomst eens was? Wie aanbidden ze hier? Ik heb een goed idee. Ga op internet. Oh, nee, ik laat hem 3D printen. Dan laat ik een stuk gips om mijn been komen. Maar dat is 3D geprint gips, hè. Maar het ziet eruit als echt gips. Aan de binnenkant is het lekker luchtig. En dan ga ik met mijn gebroken been. En dan ga ik naar het dorp. En dan doe ik mijn been uit. En zeg ik, nou, dit lijkt net op een Mariabeeld. Bidden nu. En dat er ook zo'n mooie opening is waar mijn tenen uitkomen. En dan zeg ik, en die tenen kussen nu. En dan mensen voor mijn knielen? Gadverdamme. Als er dan een hemel nog bestaat, ik zou Immanuel Kant niet onder ogen durven komen. En zeggen, ja, u zei het wel, dat het ging allemaal om God. En dat deed u heel voorzichtig definiëren met logisch onweerlegbare begrippen. En ik ben er lekker overheen gaan pissen. Want ik dacht, nou, ik doe gewoon gipsverering aan mijn eigen benen. En dat doe ik net alsof ik terugkom uit Zwitserland. Want er zitten al die Babyloniërs tegenwoordig lekker veilig achter de bergen. Ah, ja, ik heb mijn been gebroken en jullie gaan allemaal mijn gips aanbidden. En er is een gezegde, the enemy of my enemy is my enemy. Dus bij deze wil ik die christenman die een beetje niet heel goed Immanuel Kant gelezen had. En had hem... mogen begrijpen, had kunnen begrijpen, hadden moeten begrijpen, dat voordat je iemand gaat afzeiken, dat je eerst moet weten wat hij gezegd heeft. En niet wat je opgevangen hebt through the grapevine. The priest blesses. And yes, they do in fact pray for, sprinkle holy water on and literally kneel before such statues and even kiss them to sanctify them into the minds of the people. Ja, dat is precies, ik ga ermee stoppen, ik kan er niet langer tegen. Ik vind het zo smerig. Welke homo is dit? En waarom heeft hij dan een keppeltje op zijn kop? Waarom moet ik hier over straat met een lullig petje van Alex Jones? Wat me nog 6 euro invoerrechten kosten? Bij de lokale supermarkt en ik was stom verbaasd en die jongen ook. Want ik zei nog, dit is alleen maar een petje van Alex Jones. Maar ik loop met zo'n goedkoop kutpetje in de rond. En die paus loopt met een petje in de rond en dat kost 600 euro. Met zo'n eikeltje erop. Nou, volgens mij wil die paus tegen ons zeggen, als je goed naar me kijkt, ik ben een eikel. Want ik heb een puntje op mijn keppeltje. Kijk, hier gaan we kapot aan. Dat is gegarandeerd.
Hier in het westen zijn ze voorlopig uitgebombardeerd. En iedereen het netjes in het gedwee en in het gedwang. Dus wij denken dan dat we veilig zijn. Nou, dat zijn we niet. En ik bedoel dit niet lullig, ik bedoel dit niet angstaanjagend. Ben jij hem af? Want als je dit niet lullig of angstaanjagend vindt, als ik het goed vind dat dit allemaal mag doorgaan, ja, rot op. Dan doe ik hier als laatste wel de deuren dicht. Eerst leid ik de ratten naar buiten, zeg jongetjes, kom, 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 meisjes ook. Ja. Feest is afgelopen, alle beestjes naar buiten. Of ik laat de deur openstaan. Die ratten, die redden zichzelf wel. Ik wil niet moeilijk overkomen. Er zijn dagen dat ik meer gaf om ratten dan om mensen. Er zijn dagen geweest dat ik meer gaf om een hond dan om mensen. Er zijn dagen geweest dat ik meer gaf om een vogel dan om mensen. Is dat mijn probleem? Nee, ik dacht er niet. Want stupiditeit is onvergeeflijk. En voor die christenman, dat heeft geen zin om te zeiken tegen Immanuel Kant. Don't go that way. Cul du sac. Want de harte wens van Kant is dat er een filosofisch, logisch, metafysisch, taalfilosofisch, onweerlegbaar geschrift komt waarin staat dat juist mensen hun hoogtepunt vinden in de taal en een van de hoogtepunten die het momenteel anno 2018 toch echt wel afgerond 2 millennia volgehouden heeft. En sinds de Bijbel is er echt niks nieuws onder de zon, voorlopig niet. En hoe kan dat? Waarom mag je niet stelen? Waarom mag je niet liegen? En dan beginnen gelijk allemaal mensen van, maar ik kan niet altijd de waarheid vertellen. Want dan kom ik thuis en dan heb ik een 4 voor school. En dan vraagt mijn moeder aan mij, en hoe was het? En dan zeg ik, nou, is goed hoor. Ik kwam mijn dochter hier op een dag binnen. Ik zei, hoe ging het? Heb je je uitslag al binnen voor Duits? Toen zei ze, ja. Ik zei, oh, mooi. En wat is het? Nou, zei ze, een 4. Ik zei, oh, kut. En wat zei je moeder ervan? Oh, zei ze, ik wacht mijn moment af. Ja, tegen mij hoeft ze niet te liegen. Ik zei, de rare kut voor je. Je had zo je best gedaan. En maar een 4. En dan komt het hele verhaal eruit van, ja, maar mijn moeder was dit aan het doen en mijn moeder was dat aan het doen. En die ging me uitschelden en krijsen in huis. Dat doet een moderne vrouw graag. En toen kreeg ik 's morgens bij het tentamen kreeg ik een blackout. Meisje. Wil je dan vanavond wat leuks gaan doen met je vriendinnen? Nee. Krijg je 5 euro en mag je met z'n allen naar de snackbar. En ze liegt tegen haar moeder. Ja, dat mag dus wel. Maar aan de andere kant, wat ze gezegd had, de moeder vroeg alleen maar, hoe was het op school? En zij zei, goed. Ja, het was toch ook goed? De moeder die heeft haar Duits tentamen verpest. En het is de moeder reuze goed gelukt. Nou, de moeder heeft de resultaat gekregen. Ja, vind je het gek? Als je kind de volgende dag Duits tentamen heeft, en jij gaat de hele avond een beetje. En als je. Je moet mensen leren kennen. Natuurlijk mag mijn dochter liegen. Dat staat er ook niet. Het is het zoveelste gebod. Het gaat over geen valse getuigenis afleggen. Ja.
En dat wist Emmanuel Kant heel goed. Dat was een vriendelijke man. Geboren met een gouden lepel in zijn mond. Ja, nou in. De vent was goed in taal. Alsof ik zo moreel oké ben. Dat is helemaal niet waar. Ja, maar Perry, jij hebt wel je Bijbel gelezen. Ja, maar dat zegt niks. Homo. Nou, dit was te vrolijk of niet? Hier? Over de rectificatie van rectificatie Immanuel Kant. Zo ga ik hem noemen. En nu snel bewaren voordat de oude wereldorde eraan komt om alle data in beslag te nemen. Hé, hey, dankjewel voor het luisteren, liefjes. En ik weet dat er tijden komen. Zoals Arthur Schopenhauer zei, het ergste komt nog. En ik denk dan momenteel, ja, maar waar dan? Waar dan? Waar dan? Ik ben klaar voor de strijd. Man, ik denk dat ik ga werken met nitroglycerine. Nee, dat was een geintje. Nee. Hey, op zijn hamburgers. Zag ik tjus.